Beste Amazon Leeuwen, welkom bij een nieuwe video en in deze video leg ik jullie uit hoe je een product inkoopt op Alibaba en vervolgens verkoopt op Amazon en daarmee dus je winst kan maken. En in deze video specifiek ga ik uitleggen hoe je jouw product vanuit het warenhuis van jouw fabrikant, dus in China, kan verschepen naar Amazon in het land waar je verkoopt. Daarbij leg ik ook alle verschepingstermen uit. Ga ik jullie advies geven over wat de beste manier is om te verschepen naar mijn idee. En welke manier van verschepen je zou moeten kiezen. En als laatste laat ik zelfs op mijn laptop laat ik zien hoe je binnen de Amazon omgeving een shipping plan, oftewel een verschepingsplan kunt aanmaken. Zodat jouw producten helemaal veilig van China, je fabrikant in China, naar jouw warenhuis van Amazon worden verscheept. Dus dat gaan we allemaal zien in deze video. Vergeet zeker niet om de video dus ook tot het einde af te kijken en laten we gelijk beginnen. Dus in deze video gaan we bespreken hoe jij je producten vanuit China, vanuit het warenhuis van je fabrikant, naar Amazon toe krijgt. En voor veel mensen is het nog best wel vaag hoe dit dan precies in elkaar steekt, maar juist in deze video gaan we dat ophelderen. Om te beginnen heb ik een overzichtje hier voor me, dat laat ik ook even aan jullie zien, waaraan je kunt zien hoe werkt dat proces nou precies vanaf de fabrikant naar het warenhuis bij Amazon. Nou, allereerst heb je hier natuurlijk links heb je jouw fabriek van waar jouw producten geproduceerd worden. Dus dat is even heel belangrijk. De producten als die af zijn komen ze hier op de fabrieksvloer, komen ze op bijvoorbeeld op een pallet komen ze te liggen. Vervolgens gaat die pallet met die producten gaat op de vrachtwagen en die wordt dan per vrachtwagen naar een warenhuis gebracht dicht bij de haven. Nou, op het moment dat jouw product aan de beurt is wat betreft het verschepen, dus het kan per boot of per vliegtuig, daar komen we straks ook nog op wat dan de beste methode is. Maar als jouw product aan de beurt is om verscheept te worden, dan zal je dus vanaf dat warenhuis wat vlak bij de haven of het vliegveld zit, wordt die op de boot of op het vliegtuig geladen. En vervolgens, zoals je hier ook kunt zien, wordt die dus weer naar een andere haven of een ander vliegtuig toegebracht in het land waar het product moet zijn. Dus in het geval van Amazon Duitsland wordt het product van China, de haven in China, wordt die naar de haven in Duitsland verzonden of het vliegveld als je die per vliegtuig verscheept. Nou, vervolgens worden de producten vanuit die haven of vanuit dat vliegveld worden ze naar een ander warenhuis gebracht, wat daar dan weer in de buurt zit. Vanaf daar wordt dan kort gesloten met Amazon wanneer kunnen we afleveren. En dan wordt er vervolgens een vrachtwagen komt die producten daar, zoals je hier ook kunt zien, ophalen. En die en eigenlijk dit laatste symbooltje van een fabriek moet eigenlijk Amazon voorstellen. Dat is dus jouw uiteindelijke destination, oftewel uiteindelijke waar jouw producten naartoe moeten. Dus dat is even in het kort gewoon even de hele lijn van verschepen, hoe dat dan precies in elkaar steekt. Dat geeft een iets beter beeld van wat gebeurt nou eigenlijk met mijn producten. Ook zitten er hier tussen natuurlijk nog douanes in beide landen. Er moet altijd gekeken worden of je producten douane technisch wel helemaal in orde zijn. Dus dat is ook nog iets wat erbij komt kijken. Eventueel moet je ook nog invoerheffing betalen op het moment dat jouw producten dus in het land van aankomst aankomen. Dus dat zijn nog even een paar extra belangrijke dingetjes. En je kunt daarbij ook verzekering afsluiten. Maar daar komen we straks op, want straks ga ik jullie ook uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt. Nou, je moet dus deze hele rit moet je afleggen met jouw producten. En het is best wel een spannend moment voor veel mensen. En wat ik je daarbij ook aanraad is om een freight forwarder in te huren die dat voor jou allemaal gaat doen. Een freight forwarder is eigenlijk je beste vriend, want dat is de partij die ervoor zorgt dat jouw producten veilig van A naar B komen zonder dat er iets verloren gaat of iets kapot gaat. Nou, wat doen zij precies? Zij nemen eigenlijk de producten van jou aan vanaf jouw fabrikant en verschepen dus naar Amazon toe. En daarbij kun je dus ook verschillende quotes, zoals je dat noemt, opvragen. Je kunt dus opvragen van oké, hoeveel zou het kosten om per vliegtuig te verschepen of per boot te verschepen? En daarbij moet je dus ook altijd goed aangeven hoeveel producten je verscheept, hoe zwaar die producten zijn, hoe groot die producten zijn. En daarbij kom ik ook gelijk een beetje bij de vraag, wat is nou de beste methode om te verschepen per vliegtuig of per boot? Nou, om drie vragen te beantwoorden moet ik in ieder geval even uitleggen dat per vliegtuig zul je altijd sneller zijn. Het verschepen per vliegtuig zal binnen 2 tot 3 weken zal dat gedaan zijn. En ze hebben je producten al best wel snel aan de andere kant van de wereld. En dat heeft er gewoon mee te maken dat vliegtuigen gewoon veel sneller zijn dan boten. Nou, een boot doet er ongeveer 1,5 maand over om je producten van A naar B te verschepen.
En dan heb ik het eventjes over van China dus naar Europa of van China naar Amerika. Dat is ongeveer allemaal gelijk. Ongeveer 1,5 maand. Dus het is best wel lang, best wel veel tijd om ze van A naar B te krijgen. Als je er ook nog eens bij bedenkt dat het natuurlijk ook nog best wel veel tijd kost om je product te laten produceren. Dus wat is dan verder de afweging? Als je zou zeggen, puur op tijd is natuurlijk vliegtuig altijd beter. Maar wat het grote nadeel is aan vliegtuigen, is dat de prijzen een stuk hoger liggen. Soms wel tot 3, 4 keer zoveel geld betaal je voor het verschepen per vliegtuig. Ik zeg altijd, als het product in je hand past, kan je het sowieso wel per vliegtuig verschepen. Is het product groter dan dat, ga dan even specifiek zoeken van oké, is het nog wel te betalen per vliegtuig? Maak ik dan nog wel genoeg winstmarge? Vooral dat moet je echt even goed voor jezelf berekenen. Dus vraag ook vooral een quote op bij een freight forwarder en bereken vervolgens of die winstmarge nog oké is. Nou, mocht het nou te groot zijn voor in het vliegtuig, dan zeg ik, bekijk of je misschien de eerste order nog wel per vliegtuig kunt doen en dan daarna om meer winst te pakken, zeg maar, de boot kan inschakelen. Zodat je gewoon snel aan de slag kan en niet eindeloos eigenlijk het blijft uitstellen. Of dat het gewoon heel lang duurt, waardoor je pas veel later je product op de markt hebt staan dan dat eigenlijk zou kunnen. Wat je wel kan doen op het moment dat het echt een te groot product is en het kost gewoon zoveel geld, je gaat zelfs heel veel verlies leiden als je per vliegtuig doet, dan zeg ik, doe gewoon per boot. Het is helemaal geen ramp, alleen het duurt gewoon allemaal net iets langer. En daarbij zeg ik ook gelijk, op het moment dat je per boot aan het verschepen bent, probeer voor jezelf in ieder geval even een berekeningetje te maken. Oké, als ik zoveel stuks verkoop, wanneer moet ik dan bestellen? Want het komt nog wel eens voor, het gebeurt mij ook nog steeds wel eens, maar dat je toch net iets te laat bestelt, waardoor je misschien weer een paar weken of misschien zelfs een maand zonder producten komt te zitten. En dat is gewoon echt zonde, want je loopt gewoon omzet mis. Dus dit is even in de basis hoe het dan werkt. Dan kom ik eigenlijk op het volgende punt. Dan zoom ik deze afbeelding hier die ik hier voor me heb even uit, want daarbij komt nog kijken welke incoterm moet je dan kiezen. En incoterms zijn eigenlijk alle termen die er zijn om te beschrijven hoe jouw product van A naar B gaat, zoals je hier voor je ook kunt zien. Wat even belangrijk is, ik ga er een aantal even uitlichten. Ik ga ze niet allemaal uitlichten, want dat is iets te specifiek. Er zijn er gewoon een aantal belangrijk die jij zou moeten onthouden. Allereerst heb je EXW. En EXX Works betekent dat. En wat het eigenlijk inhoudt, is dat jouw producten, fabrikant verantwoordelijk is tot aan de fabrieksvloer. Dus dat betekent ook dat jouw freight forwarder, dus jouw verscheper die jij inhuurt, is over de hele rit verantwoordelijk. Het voordeel daarvan is dat het vaak het goedkoopste is. Het nadeel is wel dat, ja, je wilt eigenlijk het liefste wel dat de fabrikant het gewoon netjes bij de haven aflevert. Omdat je dan toch even iets minder verantwoordelijkheid neemt als verkoper. En dat werkt naar mijn ervaring prettiger om eigenlijk iets meer de verantwoordelijkheid nog op de fabrikant te leggen. Dus wat ik altijd kies is FOB, Free On Board. En dat betekent eigenlijk dat dus de fabrikant verantwoordelijk is tot aan dat het op de boot ligt. De fabrikant is dan gewoon verantwoordelijk tot aan de haven. En zoals ik zei, het werkt voor mij heel prettig omdat je gewoon net even iets minder verantwoordelijkheid hebt. En iets meer bij de fabrikant neerlegt. Daarbij moet ik ook zeggen, de laatste variant die je nog hebt is DDP, die ik even wil uitlichten. En dat betekent Delivered Duty Paid. En dat is eigenlijk dat dus de fabrikant over de hele rit verantwoordelijk is, tot aan het laatste stukje van het warenhuis naar Amazon zelf toe. En dat werkt ook wel prettig, als je, vooral als je een eerste keer gaat verkopen, dat je het misschien spannend vindt. Dan ligt gewoon de verantwoordelijkheid allemaal bij je fabrikant en heb je daar dus minder zorgen over. Het nadeel daaraan is wel dat het een stuk duurder is. Vaak rekent de fabrikant veel meer geld voor het verschepen, dus het gaat zeker aan je winstmarge knagen. Dus dat is wel even iets voor jezelf wat je moet overwegen. Van, vind ik het waard om dat extra te betalen zodat ik misschien minder zorgen heb bij het verschepen? Dan gaan we nu naar het laatste onderdeel van deze video. Een heel belangrijk onderdeel, namelijk hoe maak je dan zo'n verschepingsplan aan in de Amazon Seller Central omgeving, zodat je ook weet naar welk Amazon warenhuis moeten de producten naartoe. Want er zijn er nogal een hoop, ook in Duitsland zijn er een hoop, in Amerika zijn er een hoop. Dus Amazon zal altijd jou een warenhuis geven waar je naartoe moet verschepen. En dat kun je alleen, daar kun je alleen maar achter komen door middel van een verschepingsplan. En dat is ook de enige methode om jouw producten bij Amazon te krijgen. Oké, ik zit hier in de Amazon Seller Central omgeving en wat ik heb gedaan, ik ben gegaan naar Manage Inventory. Vervolgens heb ik gedrukt op dan vind ik het product aan wat ik graag wilde laten zien aan jullie. Ik heb even een product al aangemaakt. En daarbij klik je dan hier op Send Replenish Inventory. Nou, dat heb ik al gedaan. Dus ik klik deze even weg. Wat je kan doen, ik heb hier dus dat shipping plan voor me, wat ik dus net heb aangemaakt.
Wat dus wel belangrijk is dat jij al een product hebt. Als je nog geen product hebt, klik deze video niet weg, want dit is wel hele belangrijke informatie voor als je straks wel een product hebt. Dus wat je moet doen, als je een product hebt aangemaakt, dan kun je dus ook een shipping plan aanmaken. En als eerste moet je kiezen tussen individual products of case-packed products. En wat houdt dat nou in? Ik heb weer even de markeerstift erbij, omdat die gewoon echt heel erg goed voor het voorbeeld zijn. Misschien heb je het ook al eens in een andere video gezien. Maar wat belangrijk is, is als jij case-packed products hebt, dat betekent dat dus dat jij bijvoorbeeld 30 van deze stiften in één doos hebt zitten. Allemaal wel apart verpakt, maar wel 30 groene stiften. Ga je er nou weer een andere kleur bij doen, rood en groen door elkaar heen, dan praat je dus niet meer over case-packed products en praat je over individual products. En dat is niet, als professionele verkoper wil je dat niet hebben. Je wilt juist dat alleen maar dezelfde producten in dezelfde dozen zitten. Dus ik kies even voor case pack products. Dus ik klik je op continue to shipping plan. Allereerst moet je hier je adres invullen vanaf waar je het verscheept. Als je dus DDP gebruikt en je verscheept vanuit China in één keer naar het Amazon warenhuis, dan vul je dus het Chinese warenhuis in waar het vanaf verscheept wordt. Maar in mijn geval doe ik het via FOB, dus fee on board. En doe ik het warenhuis in Amerika invullen vanaf waar ik dan dus verscheep. Nou, vervolgens gaat hij hier vragen hoeveel stuks heb jij in één doos zitten. Dus ik zeg 10 stuks in één doos. En dus 10 grotere dozen waar dus 10 stuks in zitten. En zoals we net ook zeiden met die pen, hè, van oké, dus in dit geval dan 10 van dit soort pennen zitten in een doos. En ik heb 10 van die dozen, dus dan heb je dus 100 pennen. Nou, je ziet dus ook dat hij zegt 100 total units. Dan druk ik op continue. Dan gaat hij vragen aan mij wie zorgt er voor de juiste labeling. En dan hebben ze dus over de barcode die op jouw product gaat. En dat soort dingen allemaal. Nou, ja, in dit geval kies ik no prep needed, want ik doe het zelf. Ik laat mijn fabrikant dat doen. Dus dan kost het ook niks extra's. Nou, vervolgens kom je hier op deze pagina en dan kun je dus print labels voor this page doen. En dit is heel belangrijk voor als jij voor het eerst jouw product gaat verschepen, dat jij de juiste labels op de producten doet. Dus ook deze labels moet je zeker printen en door je fabrikant op het product laten printen als het ware. Dan gaan we door. Vervolgens kom je op de volgende pagina. Dan geeft hij mij een warenhuis waar ik het naartoe zou moeten verschepen. Dus hij zegt, geeft aan, ik moet naar Stockton in Californië. Dus dan weet ik dat in ieder geval. Dan kun je hier op Approve en Continue drukken. Dus daar druk ik ook even op. Dan kom ik in de volgende pagina van het shipping plan. Dan kan ik hier ook klikken op Work on Shipment. En vervolgens kom ik dan op deze pagina. En deze pagina is heel belangrijk. Want hierbij moet je dus aangeven, oké, small partial delivery of less than truckload. En daarbij is het heel belangrijk of je dus losse dozen verscheept of echt een pallet met daarop dozen. Meestal als je wat kleinere producten verscheept, dan worden er alleen dozen verscheept. Maar als je echt grotere, zwaardere producten verscheept, dan heb je vaak ook een pallet nodig. Overleg dat gewoon met je fabrikant wat het handigste is. Maar dan weet je in ieder geval het verschil dus of je dus echt dozen verscheept of pallets. Ja, stel je verscheept pallets, dan klik je hierop. Je bent niet met een Amazon Partner Carrier aan het verschepen, dus je klikt op Other Carrier. En hier kun je dan kiezen tussen Air, Ocean of Ground. In dit geval kies ik even Ocean. En hierbij moet je gewoon puur aangeven, oké, welke carrier dan? Overleg dat ook met je freight forwarder, welke carrier er wordt gebruikt en vul de juiste in. Nou, dat is het volgende stapje. Dan als laatste hier moet je aangeven hoe wordt het shipment ingepakt. Meerdere dozen of alles in één doos. Nou, in dit geval dus meerdere dozen. En het enige wat je nog hoeft te doen is hier dus invullen nog één keer van oké, 10 stuks en dan 10 dozen. Dus dan zijn het er 100 stuks. Dan zou je hier op confirm kunnen drukken. Dat doe ik nu niet, want ik ga dit shippingplan niet echt gebruiken. Maar dan vervolgens kun je hier ook nog onder, je ziet het ook al wel licht gedrukt. Het is nu niet helemaal zichtbaar, maar je ziet het wel al doorschijnen. Dan kun je hier dus op generate box labels klikken. En die zijn heel belangrijk, want die box labels moeten op de dozen die jij verscheept. En als je dus pallets verscheept, moet je ook nog pallet labels. En die moet op elke kant van de pallet moet zo'n label. Dus die labeling komt wel precies. Duik daar wel even goed in. Zorg er gewoon voor dat op elke doos, grotere doos die je verscheept, waar die producten dus in zitten, dat daar in ieder geval een box label op zit. En als je dus pallets verscheept, dat er ook op elke kant dus van het pallet ook zo'n label zit. Dus dit was eigenlijk. Die pallet labels kun je trouwens ook nog hier dan
in PDF downloaden. En die PDF verstuur je dan vervolgens weer naar je fabrikant en die kan ze dan weer op de producten, op de pallets doen. Dus dat werkt uiteindelijk. Uiteindelijk maken mensen het vaak complexer in hun hoofd dan het is, maar het is best wel simpel. Je hebt het nu gewoon helemaal gezien in deze korte video, heb ik jullie gewoon uitgelegd hoe je alles moet doen rondom het verschepen. Dus dat weten jullie nu ook. En heb je nou zoiets van, ik ben straks bezig met verschepen en ik heb nog een paar extra tips nodig, dan heb ik die zeker voor je. Want wat erg belangrijk is, is op het moment dat je dus aan het verschepen bent, ga dan ook aan de slag met je productpagina. Zorg dat je foto's er goed uitzien. Zorg dat de productpagina er goed uitziet. En op die manier kun je echt alleen succes op Amazon behalen. En als je nu zoiets hebt van, hey, ik ben nieuw op dit kanaal, ik heb er nog niet veel van gehoord. Vergeet ook zeker niet even een duimpje omhoog achter te laten, want dat zou mij heel erg helpen. Maar voor de rest wil ik je ook nog zeggen, je kunt helemaal gratis een stappenplan downloaden. Deze staat ook hieronder in de beschrijving. Dat legt eigenlijk alle stappen van Amazon uit. Dus als je nieuw bent en je weet gewoon nog niet hoe alles werkt, ga zeker even dat stappenplan doornemen. Vervolgens wil ik ook zeggen, abonneer zeker even op dit kanaal. Want daar kun je ook gewoon heel erg veel van leren. En ook dat is helemaal gratis. Dus je zou mij helpen en je helpt jezelf gelijk. Want je weet gewoon straks veel meer van Amazon dan dat je eerst wist. Nou, dat was de video. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het voor jullie nu helemaal duidelijk is hoe je moet verschepen. En dan zie ik jullie in de volgende.